Hallo mensen op Banjo Town, welkom bij een nieuwe video vanuit de Banjo Studio. Naast mij zit de enige echte Jordi. Ik ben de enige echte Rick. Ja. En vandaag gaan we van jullie Napoleons eten. Een nummertje vertalen. Oh, geen okay. Het is YG My Nigga. Ja. En hij is natuurlijk weer Google Translate voor jullie, dus ik ben heel benieuwd. Ja, nou kijk, jij bent hier over het algemeen beter in, dus doe je ding. En, ik zei, Tanotehat, I'm a rider for my motherfucking niggas. Meest waarschijnlijk, I'm a sterven met mijn vinger op de trekker. Ik heb buiten grinding de hele dag met mijn niggas. Ja, klinkt beter dan het echt geliefd. Ja, en ik ga niet in, tenzij ik ben met mijn niggas. Ik ga niet in, tenzij ik ben met mijn niggas. My nigga, my motherfucking niggas. My nigga. Waarom ligt daar nu opeens die accent op van mijn nigga? De rest zei mijn nigga. Nee, maar kijk, hier staat my en dan hier staat my en hier staat mijn. Oh, dus dit is Engels nu. Mijn nigga, mijn nigga. Ja, mijn nigga, het Nederlands. Oké, wie is nigga? Oké, nu komt vers 1. Ik hou van al mijn niggas. Oké, dit rap niggas. Moet je nou wel goed doen, mijn niggas, niet niggas. Dit rap shit gebarsten en betrek ik mijn niggas. Niggas, wat zeg je? Het is toch niggas? Laat me! Wat? Ik zing! Nee! Jij luistert! Nee, je zingt niet! Dit is geen zin. Oké, ik wil nog even. Ik rap die shit de kaart uit, joh. You looking for een andere magere? Lemme, bel mijn nigga. Hij verkoopt dit voor de hoger. Ik moet al mijn nigga. Sommige niggas rook. Sommige niggas drink. Krijg niggas op het blok met de glock die niet denken. Dat klinkt nog best wel. Ja. Ik zei, dit is een nigga backup. Ze in een emmer lichten. Aha, yeah. Ik moet juist handelen als je je niggas wilt handelen up. Nigga. Hij praat als een verklikker, nee. Yeah, dat is niet mijn nigga. Dat is niet zijn nigga. Aha, yeah. Verklikkers zijn niet mijn nigga. Niet mijn nigga. Vraagteken nigga geval. Ja, dat is mijn nigga. Aha. Ken hem sinds ik 8 was. Ja, dat is mijn nigga. Wat is er zo? Fuckt mijn eerste teefje. ging haar naar ja. Mijn nigga. Mijn eerste hit likken ging met mijn nigga. Wat? Mijn eerste hit likken, dat is vast. Mijn eerste hit likken? MDMA of zo? Hit, drugs. Eerste keer drugs. Zijn geen eerste vagina? Kan ook, met zijn nigga. Die stond met zijn nigga zo. Fuck them andere niggas, want ik ben voor mijn niggas. Ik rijd voor mijn niggas. Fuck them andere niggas. Oké, nu mag jij. Hulk is dit. Oké. Dus ik ben Hulk, jij bent Hulk. Oké. Nee, Hoek is die. Dit is de Hoek. Nee, dit wordt gezongen door Young Jeezy. Young Jeezy. Dat ben jij. Gewoon weet dat ik naar beneden met de nikkers voor me. Ik heb twee woorden voor jou: liefde en trouw. Het was mij en mijn nigga trippen op een halve P. Jordi, ik heb twee woorden voor jou. Kijk maar. Liefde en trouw. Oké. Het was mij en mijn nigga, trippin op een halve B. Dan hebben we gebruikt om een winkelcentrum te raken en kopen alles wat we zien. Ik en mijn down ass nigga krijgen twisted. Nigga krijgt trippin. Klop de saus van uw biscuit. Klop de saus van uw biscuit. Gewoon weten dat ik geneukt met de lange weg. Mijn nigga. Dus als ik zie dat ik je heb, zoiets van: hey, mijn nigga, drink deze handeling recht van deze zaak, mijn niggas. Drankje, dat juist handelen. En maar meteen met mijn niggas. Me en mijn nigga riding, dirty train, achtervolgen hand cijfers. Die kreeg je hopper, die de Yola gekregen. Doe er niet toe, go figure. Is dat einde? Nee, dan moet ik dit stukje nog. Oh, dit is Rick Homie Kwan. Ben ik dat dan weer? Rick Homie Kwan. Mijn nigga kreeg cake. Mijn nigga kreeg gewicht. Mijn nigga fronted me. Hij de reden dat ik ben heteroseksueel. Aha. Staat er? Yeah, hij de reden dat ik ben heteroseksueel. Waarom kan iemand anders de reden zijn dat jij heteroseksueel bent? Dan moet je echt een enorm trauma hebben. Mijn nigga kreeg een huis. Mijn nigga kreeg een meer. Mijn nigga wordt eaten. Mijn nigga krijgt een bord. We zijn nog steeds hitting licks. Mijn nigga. Running out en nigga shit. Mijn nigga. Ik neuk de negatief met mijn nigga. Mijn nigga. Als een nigga praat onzin, dan is hij niet mijn nigga. Mijn nigga. Ja, G of YG, mijn nigga, en ik ga niet in. Is niet trying mijn nigga's vertrekken. Charlie seeing me en willen verlaten met een nigga.
Mijn nigga's, mijn... Oh nee, dan komt hier nog. Nee. Maar het was niet genoeg ruimte, want ik kwam met mijn nigga's. En we kwamen samen. Mijn nigga's. Ik heb een set van vleugels, want ik ben te vliegen, nigga. En ik ben al over mijn bedrijf. Zoals een pak en stropdas, nigga. Ik rijd voor mijn nigga's, geloof dat. Dan gaat nog verder. En dan komt nog mijn nigga, mijn nigga, mijn nigga, mijn nigga, mijn nigga, mijn nigga. Nee, mijn nigga. Yeah. Puntje, puntje, puntje. Woo! Dat is mijn nigga in het Nederlands. En moet ik heel eerlijk zijn, het staat helemaal nergens op. Maar het Engels staat ook wel helemaal nergens op. Nee. Dus eigenlijk, dit staat ook wel helemaal een leuk feitje trouwens. Deze is compleet aangevraagd door de kijkers. Ik heb echt heel vaak in de reacties gelezen van doe mijn nigga. Dus ja, bij deze. Ik hoop dat het meeviel of juist tegen. Is dat goed? Ik weet niet. Volgens mij hadden mensen wel wat grappen verwacht. Racistische grappen. Wat is dat? Waarom? Weet niet. Ze vragen het aan jou. Ze willen gewoon dat ik racistisch ben. Ja, ze willen gewoon dat jij racistisch wordt. Nee, ik vind het gewoon een goed liedje. En het geeft goede situatie. Jij vindt het een goed liedje. Ja, ik, ben je mijn nigga dan? Of ben je niet mijn nigga? Fuck mijn eerste teefje. Mijn eerste hit likken. Dus je weet zoiets van, hé, mijn niggas. Drink deze handeling recht van de zaak. Ik neukte een nigga teef met mijn nigga. Mijn nigga fronted me. Maar het was niet genoeg ruimte, want ik kwam met mijn nigga's. Ik ben verslagen door dit nummer. Ja. Ik denk dat wij beter gewoon een rap battle kunnen houden. Dat is gewoon zelfs nog makkelijker dan dit. Ja, dat wel. Maar ik vind dat, er zitten wel goede teksten in. Van mijn nigga kreeg cake, mijn nigga kreeg gewicht. Dit is niet aan mij. Ja. Maar dit is ook mooi. Mijn nigga eet heel veel cake, hij werd dik. Oké. Okay. Ja. Is hij dan nog wel nigga? Nee, gewicht. 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 Massa. Bedoel, ja, jij krijgt ook gewicht als je nu iets eet. Moet je zeggen dat je direct niet dik bent. Dat is waar. Dat is een vals statement. False statement. Ja, jongens, ik denk dat we het hierbij laten. Bedankt kijken voor deze aflevering. Laat zeker even in de comments achter welke liedjes we nog meer moeten doen. Want wij staan open voor dit soort goede nummers. Zoals... Goede nummers? Ik vind dit een leuke suggestie. Het is een leuk video. Het is een leuke suggestie, maar of het een goed nummer is, is het tweede. Ja, leuke suggesties die leuk uitpakken. Maar mijn persoonlijke favoriet die ik nog wil doen is sowieso dat nummer van Need for Speed Most Wanted 2. Die gaat van From the window to the wall. Ik heb nooit Need for Speed gespeeld. Nee, je mist wat. Nee, maar dat dan van snel weg naar de hel lijkt me ook wel wat. Snel weg naar de hel. Ben op een snel weg naar de hel. Klinkt nog ook mee. Want ik ben TNT dynamiet. Jongens, bedankt voor het kijken. Laat even een reactie achter met suggesties. Geef een duimpje omhoog en dan zien we jullie binnenkort weer in de Banjo Studio. En laat weten of jij ook onze nigga bent. Ben jij mijn nigga? Doe een duimpje omhoog. Zien we jullie binnenkort weer. Doei! Later!